Drentse Fietsersbond pleit voor voorrang voor fietsers op rotondes. Speciale dag vandaag voor mensen met zeldzame ziektes. Schrikkelkinderen weer eens echt jarig. Fietsers in Drenthe moeten voorrang krijgen op rotondes binnen de bebouwde kom. Dat vindt de Drentse Fietsersbond. Waar dat in de meeste plekken in Nederland al het geval is, geldt dit niet in vrijwel elke Drentse gemeente. Zoals ook hier in Bijlen. Wat we hier willen illustreren is dat fietsers op deze rotonde in Drenthe algemeen, maar dus ook op deze rotonde geen voorrang hebben op autoverkeer wat op de rotonde afkomt. Daarin wijkt Drenthe grotendeels af van de rest van Nederland. Ook wijkt af van de landelijke richtlijnen die er zijn. En ja, wij vinden dat heel vervelend omdat dat het doorfietsen van fietsers remt. Dus we vinden dat slecht voor het fietsbeleid. Van alle Drentse gemeentes hebben fietsers alleen in de gemeente Noorderveld voorrang op rotondes. Dit is zoals het zou moeten, volgens de landelijke richtlijnen en ook volgens ons uiteraard. Dus dit is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Wij geloven echt in de fiets. Wat andere gemeenten vinden, moeten ze natuurlijk uiteraard zelf weten. Maar het zou heel fijn zijn als we in de rest van Drenthe ook iets meer de fiets in de voorrang zouden kunnen zetten. De gemeente Noorderveld scoort met de fietsvoorrangsituatie goed in de landelijke top 100 van beste fietsgemeentes. Het is de hoogst genoteerde Drentse gemeente en is terug te vinden op plek 27. Een zeldzame aandoening bracht ze samen. Hedy Smit uit Schoonoord en Kim Waring uit Delfzijl. Tot november vorig jaar wisten ze niet van elkaars bestaan af. Nu is het net of ze elkaar al jaren kennen en blijken ze ook nog verre familie van elkaar te zijn. Beide vrouwen hebben een relatief onbekende oogziekte. Ik heb ADOA. ADOA is een erfelijke ziekte, progressieve ziekte aan de oogzenuw, waarbij mijn visus langzaam minder wordt. Het is vandaag de dag van de zeldzame ziektes en daar valt ADOA ook onder. Naar schatting hebben zo'n 350 mensen in ons land er last van. Kun je eens voor de kijkers uitleggen wat je dan wel en wat je dan niet ziet? Het is natuurlijk heel lastig, omdat ik zelf niet weet wat iemand ziet die 100% ziet. Nou, ik zie dat daar iets van hout staat, zo. Ik zie die boomstronk. Maar ik kan bijvoorbeeld geen nerven zien in die boomstronk. En dat ding van hout, vermoed ik dat een soort schuttingsdelen zijn. De grote takken zie ik, wat kleine takken ook. Maar heel veel individuele takjes waarschijnlijk niet. Maar leg maar eens uit wat je niet ziet. Smit slaagt er ondanks haar beperkte gezichtsvermogen prima in om het familietransportbedrijf te runnen. Voor de 23-jarige Kim, die geneeskunde studeert, moet nog blijken of ze haar dromen waar kan maken. En ik wil eigenlijk chirurg worden. En ja, dat heb ik eigenlijk gewoon direct aan de kant gezet. Want ja, dat is zo'n lange opleiding. En niemand wil een slechtziende chirurg. Dus ja, dat was een beetje hetgeen wat mij belemmerde. Zielig zijn de vrouwen niet, zo benadrukken ze. Zo kan Hedy Smit met een speciale bril toch overdag auto rijden. Je kunt iets hebben waar je last van hebt en er toch iets van het leven maken. Beide vrouwen zijn bestuurslid van de ADOA Foundation, die zich inzet voor meer wetenschappelijk onderzoek naar ADOA. Sifra Prinsen uit Echtefiet vandaag haar Sweet 16. Maar eigenlijk is ze pas 4 jaar geworden, want ze is een schrikkelkind. Vroeger versprak ik me een keer en zei ik dat ik een verschrikkelijk kind was. Het was die vrouw, oh shit, wat is er aan de hand? Maar bedoelde, ik ben een schrikkelkind, dus... Ja. Maar is het vervelend, is het leuk of merk je er eigenlijk helemaal niks van? Nou ja, ik ben toch een beetje speciaal dan toch? En wat doe je dan als papa en mama? Wanneer ga je de verjaardag van je kind vieren als het geen schrikkeljaar is? In het begin was ze klein, dacht ik, ach, daar heeft ze geen last van. Dus we doen het op de datum dat het uitkomt. Maar op een gegeven moment kwam ze dus bij me. Mama, je vraagt wanneer ik jarig ben en ik weet het niet. Ik zeg, nou, wat wil je zelf dan? Ja, in februari. Ik zei, nou ja, dan wordt het 28 februari. Gaan we dat doen? Ja. Dus toen hebben we 28 februari aangehouden. Ja. Maar voor jou voelt het niet zo van, nou, nu ben ik eindelijk op mijn eigen dag jarig. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel leuk of zo. Ik weet niet. Ja, en felicitaties ook altijd leuk wel. Het is vandaag 29 februari en dat is het maar eens in de 4 jaar. Voor 11.000 mensen is het vandaag feest, want zij zijn jarig op deze schrikkeldag.
In Drenthe zijn 301 mensen vandaag jarig en de meeste mensen daarvan wonen in de gemeente Hogeveen. Goedemiddag, hallo Nelleke, hallo. Nelleke uit Hogeveen is vandaag 72 geworden en in schrikkeljaren dus... 18. 18 jaar bent. Dus ik mag stemmen. Dus je mag stemmen en je mag voor het eerst eigenlijk officieel aan de wijn. Ook dat. Ook dat. Ook dat. Ook dat. En autorijden. En autorijden. En hoe is dat nou eigenlijk op een schrikkeldag jarig zijn? Nou, het is heel erg leuk. Kijk, andere jaren is natuurlijk ook leuk dat je weer een jaar... Maar als dat je echte dag is, vind ik dat wel extra feestelijk. Voor Giovanni uit Emmen is het vandaag zijn eerste schrikkel verjaardag. Hij is 4. Officieel is hij 1. Een schrikkelkindje natuurlijk, maar... Hoe is het om zo'n schrikkelkind te hebben? Ja, eigenlijk wel apart. Ik vind het wel heel leuk eigenlijk. Wielrenner David Dekker heeft vanmiddag de 60ste editie van de Ster van Zwolle op zijn naam geschreven. De zoon van oud-Hogeveener Erik Dekker won de eindsprint van de kopgroep. Olaf Kooi werd tweede. De derde plek was voor de winnaar van vorig jaar, Koen van Meldvoort. Het is mooi koers weer en... Het was de laatste uur was het echt niet normaal. Super harde tegenwind en de regen kwam erbij. Toen was het wel echt bikkelen. Maar het was een mooie koers al. Vanavond is het nog droog, maar in de nacht kan een enkele bui vallen. Bij een krachtige zuidwestenwind zakt het kwik tot rond 4 graden. Morgen kan eerst de zon zich nog even laten zien. Maar snel neemt de bewolking toe en volgt er regen. Het wordt dan ongeveer 9 graden bij een stevige wind. Maandag en dinsdag is het wisselvallig met perioden met regen. De wind neemt dan wat af in kracht bij 7 tot 8 graden. Dinsdagnacht is er kans op vorst aan de grond. Woensdag is het bewolkt met af en toe zon en met name in de middag kans op buien bij 7 tot 8 graden. Tot zover deze Drenthe Nu. Ik wens u nog een hele fijne avond. Tot morgen.